Ik sta hier bij Romeike Wolbers. En ik sta bij nog iemand. Eleanor Rompelman. Ik heb begrepen dat er een actie is gestart. Een actie voor jou. Kan jij uitleggen waarom die actie gestart is? Ja, ik heb een progressieve vorm van MS en ik kan behandeld worden in Rusland. In Nederland doen ze het niet. Het is een stamceltherapie. En daar heb ik 75.000 euro voor nodig. En nu wordt er van alles op touw gezet. En daarvoor heb jij een vriendin ingeschakeld. En dat is? Ja, wat ga jij precies allemaal inzetten? Nou, wij hebben ons hele netwerk ingezet. Wij zijn met een team van ongeveer 12 actieve mensen. Zijn we bezig, zeg maar, om allerlei acties op poten te zetten. Er zijn ook al acties geweest en er komen ook nog acties. Dat gaat via de website. Mochten mensen, zeg maar, zelf een actie willen op poten willen zetten, ze hebben ons hulp nodig, kunnen ze ons berichten daarin op de website. De website is www.stopmsbijromeike.nl. En we hopen samen eigenlijk het doel van 75.000 euro te bereiken. Of te behalen, zodat Romeike, zeg maar, naar Rusland heen kan. En ik heb begrepen dat het al heel goed gaat lopen. Kan je een paar voorbeelden geven waar ze mee bezig zijn? Ja, ze gaan. Vandaag gaat mijn dochter hier op de kerstmarkt cupcakes verkopen. Gisteren hebben mijn tantes kniepertjes gebakken. Dus opbrengst voor 800 euro. Al heel veel donaties al gekregen. Een benefietwedstrijd bij Heracles. Oliebollen gaan ze bakken, oudjaarsdag. Ja, ja, heel veel. Ja, het is echt geweldig. Dus je hebt er wel vertrouwen in? Ik hoop het. We zitten nu op ruim 26.000 euro. En ja, ik hoop zo snel mogelijk dat we aan de 75 komen. En jij, heb jij er ook vertrouwen in? Alle vertrouwen erin, absoluut. Wij kennen zoveel mensen en zoveel mensen willen gewoon Romeike helpen. Ook gewoon mede om Charlotte er nog een paar mooie jaren te geven, zeg maar, met Romeike. Nou, dat klinkt het zwaarder dan dat het is, maar dat is wel eigenlijk het doel wat we willen bereiken. Dat Romeike kan blijven zorgen voor Charlotte. En daar heeft ze alle steun voor iedereen om haar heen, heeft ze daarvoor. En ja, wij gaan ervan uit dat we het halen. Ja, hoe weten we nog niet precies, maar we gaan het halen. Absoluut. Oké, bedankt. En jij ook heel veel succes met je reis er naartoe. Ja, dankjewel.